wordt zo'n leuke dag vandaag. Personeel heeft per ongeluk een blad laten vallen. Dat marmer. En dan mental breakdown. Dat we alles had opgehangen, maar dan moesten huilen omdat het zo mooi is. Het lijkt echt gewoon op een Chanel binnenlopen. Zo trots op deze twee. Komen de riemen en schoenen in de collectie? Aan het interviewen. Met Johnny. Ja. Met Johnny. Welkom weer bij de nieuwe Riders Vlog vanuit de Nieuw Affin. Nieuw Affin. Niet dat je er heel veel van ziet op deze achtergrond. Nee, want er hangt nog niks. In deze vlog gaan jullie zien hoe wij uitgingen met Chris en Loesje. Hoe wij de Marshmallow Challenge gaan doen en hoe wij erop zijn gekomen. Om dit te doen. En voor de rest alles wat betreft de nieuwe pand, de opening, al het geregel. De inrichting, de showroom, de collectie. Uiteindelijk gaan we jullie alles laten zien. Zo, blijf kijken. En abonneer. Subscribe. Love. Reiners. Moet ik alvast gaan zitten? Ja, kan wel. Oh my god. Oh, ik zit achterop. Oh, dat vind ik heel erg eng. Wij gaan dus naar de Albert Heijn, want Chelsea is niet vandaag jarig, maar volgende week. Maar vieren dat verjaardag. En wij gaan naar Palladium met deze tijgers. Oh my god, Chris gaat vet. Oh my god. En wij gaan nu even een bijenkorfbon halen. En dan haalt Marie mij op en Chris. En dan gaan we met Loes en Marietje ook naar Palladium. Gaat Loes ook mee? Ja, Loes gaat ook mee. Gezellig, hè? Dit vind ik echt super eng, dit. Mary heeft ons opgehaald. Woe, 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 woe. Want Marie en ik deden nog steeds één auto. Jawel, jawel. Ah, verrek. Kunnen we ook niet dansen vanavond? Nee, jezus. Jezus. We gaan zo dansen. Wow, wat ruikt het hier naar riool? Ja, jeetje. Oh, gelukkig ruik ik dat niet. En ik ruik normaal alles. Daar ben jij dat voor, dus jij bent het. Ik ben... Popsie, jullie de popsie. Nee, oké. We're gonna dress up. Ik ben zo knoop, dus we gaan echt heel veel... We gaan dik. Vanavond. Oh, ja. Nu al goed. We willen net gaan, maar die laat een hele beker. Is hij gebroken eigenlijk? Thee vallen. We are ready. Loes is nu buiten. Ik zal zo even in de lift laten zien wat ik aan heb. We are rolling. Ik heb heel stiekem heet. Moet je nagaan als je straks al die mensen moet staan? Ja, gewoon heel hard dansen. Doe, 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 doe. Woe, woe, woe. Op to Loes. Oh, moet je wel knippen, jongens. Dus wel. Oh. Ik ben al zo smart. Ik vond me echt een soort George uit de jungle. Ja. George uit de jungle? Waardoor? Net uit de zee. Oh, ja. Gedoucht. Op Napalla. Van het strand op Napalla. Is het zo blauw? Komt het door mijn bril? Nou, ik weet het niet. Maar wat voor auto heeft ze? Wie zei dat zij er is? Amsterdam, it is. Het is wat kouder als ik had verwacht eigenlijk. Ik heb wel een goed outfitje. Oh, hallo. Ja. Hallo. Zit je niet vet gewoon op je ding? Hallo. Nee, ik kom Samma. Ik sta hier denk ik al 5 minuten. Nou, dit was dus de vlog. Kijk. Nou. Zo werkt dat. We zijn bij het stoplicht. Pioverij. Ik ben heel slim, want ik heb onder mijn rokje een shortje gedaan voor de wind. Ik ben ook eerst even ergens anders een drankje. Zijn we vroeg? Ja. Hoe laat begon het dan? 10 uur. Oh ja, het is nu 9:45. Oeps. Loes, als mannen haar aandacht zoeken. Wat zeg je dan? Geen oogcontact. Niet aan me kijken. Aflaten! Maar ze is een beetje moeilijk voor een man, hè? Ja! Ja, maar zeur dat ik geen man heb. Ja. Echt waar. Ik begrijp niet waarom. Oh, kijk, we rennen voor de trein. Ja! Hey, mate! What up? What up? We gaan lekker naar huis. Ja, dat was voor een uurtje wel. Ja, want wij gaan morgen naar het strand. Let's go to the beach. Beach? Let's go away. Hey. Let's go to the way. Ding, ding. Dit is like me, it's hard to go. Oh! Sorry. Sorry. Wat deed je? Mijn elleboog komt in haar achterhoofd. Wij zijn naar de verjaardag van Chelsea geweest, onze mede-collega. Heel gezellig in Palladium, maar aangezien het zo druk was en de muziek zo hard stond, ja, was het eigenlijk en geen zin om te filmen. Nee, het had geen zin. We zijn wel eventjes gebleven, maar waren zo moe, we ook echt wel heel vroeg weg zijn. Ja, we zijn echt wel, van half 1 of zo gingen we al richting huis. Nee, het was vooral half 1, dat wel, als je al bijna zand wordt. Oh. Dus het was een super gezellig verjaardag met super leuke meiden. Maar we zijn niet lang gebleven. We hebben wel onwijs gelachen. Heerlijk zomers weer. Wij zitten lekker op het strand met de doggies. En de mannen heel snel. Die willen niet op de vlog. Hey Stinky, even warm hè Stinky. Heel lekker in de schaduw. Ja, ik ben heel breed, hè? Ik ook, weer een tanktop achter je idee. Het eten is op tafel. Een soepje en een burrata. Een hamburgertje en een steak broodje. Hey Chili. Stinky. Ik trek het niet meer. Gaat ie.
Ga weg. Doe een dansje. Ik was kijken of het bij de shop was. Amazing. Ja, maar die hangt achter je ook. Baseball. Baseball. Vanuit de beach, zijn we naar mama in de tuin. Laat me even mijn buik inhouden. Heerlijk. Jongens, we hadden het zwaar in de zon, dus wij zijn aan het bakken. We hebben een nieuwe website gevonden, nextclasses.com. En mama is nu verslaafd aan het kijken. We hebben al 3 dingen besteld. We hebben al 3 dingen besteld. Ik vind het ook een leuke tekst, de Next Closet. Ja, ik ook. Mooi bak af, vind ik dit. Vintage items. Gewoon echt even over bedrag. Aan mijn winkelmandje. Oké, het is 's avonds laat. En wij, wat gaan we doen, Marie? Marshmallows. Branden, verbranden. Nou, hoe noem je dat? Roosteren. Marshmallow roast. Ik denk ik vind het nu al lekker. Wow, die zijn echt goed. Dat is de marshmallow spinker. Dit is de nieuwe trend van het moment. 4 uur later. Ik vind die niet leuk. Kijk, ik heb alleen dit. We hebben echt geen geduld, hè? Nee. Niet tegen die van mij aankomen. Zal ik dit eten? Ja, ik ga het gewoon eten. Fuck it. Mag ik een nieuwe marshmallow, alsjeblieft? Geef mij een marshmallow. Zo hoort de perfecte marshmallow te zijn volgens Lies. Jules heeft al geen geduld meer. Ja, heel vet dit. Waarom? Ik heb allemaal marshmallow. Godverdomme. Nou, hoezo werkt die van jou nou niet? Ik heb geen idee. Lekker. Heel lang niet gegeten. Blijf je niet zo lekker is. Ik ben er nu wel klaar mee. Hi Chili, wil je ook marshmallows? En Stinky ook. Mag niet. Vind je toch niet lekker? Ik ben dat niet wel lekker. Laat maar los. Die heeft niet de smaak te pakken. Laat maar los. Maar die laat los. Toch stikt hij erin. Hij heeft dat marshmallows. Vind je dat lekker? Een beetje plakkerig, hè? Oh, jeetje. Chili vindt het ook wel lekker. Nou, Stinky, geeft het geen kans. Chili, vind je het lekker? Denk ik niet. Laat maar los. Kom hier, jij. Goeie vlogger ben je ook. Chili, kom hier. Mam, kun jij dat pakken? Zet een marshmallow aan de kraag. Zo. Ja. Oh. Daar is de marshmallow gebleven. Op het dakje. Daar. Vind je dat ook echt mooi? Dit zijn echt de beste. Marshmallows. Marshmallows. Hoeveel marshmallows zou je denk ik tegelijk in je mond kunnen doen? Zullen we zo de challenge doen? Oh, chubby bunny is dat. Dan moet je toch iedere keer een woord zeggen met zoveel... Ja, chubby bunny. Chubby bunny, oké, dat gaan we doen. Ja, en weet je wat we ook gaan doen? Zo'n kaneelhap, die het langste volhaalt. Nee, sticky. Sticky. Oké, we gaan naar chubby. Hoe heet het ding? Chubby bunny. Chubby bunny? Chubby bunny. Je moet die opeten. Je moet zoveel mogelijk in je mond stoppen. Maar daarna kan ik het nog niet meer gebruiken. Nee, of je ze ook gaat gebruiken nog. Nee, het is zonde om al die marshmallows niet te doen. Dan moet je toch vasthouden. Gaan Liz en ik dit challenge doen. Hoeveel staat hier nog op? Kom, gaan ze daar zitten? Ik zag 13. Hi mam. Ik hoef niet op, hè, Sjoe. Oké, we gaan een marshmallow challenge doen. Ready? Chubby bunny. Oké, next. Hoeveel? En pas er nog 20 in. Liz 13. Chubby bunny. Lego, nummer 3 maar. Nee, Marie, kom op. Zal je mond dicht kunnen doen, hè? Ook. Ja. Chubby bunny. Je mag niet opeten, hè? Nee, Marie. Je mag niet opeten, hè? Nee, Marie. Marie heeft er 4. Marie, als het uitvalt, ben je af. Marie, als het uitvalt, ben je af. Oké, Marie is af. Maar 4. Oké, heb je ook een missie van? Oké, ik ga het record verbreken. Oké, Shield denkt dat ze meer kan als ik. Je hebt er nu 1 in je mond. Chubby bunny. Chubby bunny. Ik ben answer. Maar weet je het zo grappig is? Chubby bunny. Chubby bunny. Hoeveel heb je er? Rot op. Ik heb 2 of zo. Conclusie. Nou, ik had er 6 jaar. Ja, ik vind het heel rond om 2 te zijn. Nee, je bent ik ben laatste. Ja. Maar ik kreeg ook omdat ik slappe lach had. Mama gaat ook. Als het er goed uitziet. Oké, okay, mama is ook al in. Klaar. Chubby bunny. Ja. Oh, ik moet dit zien. Ik vind het zo grappig. Chubby bunny. Nummer 3. Chubby bunny. Dat hoofd er ook bij als een konijn. 4. Chubby bunny. Nou, zeg. Wat zeg je? Ik hoor dat niet. Nee, dat stelt niet. Wat is dat? 6. 7. Nu het was. Ik denk
dat je stikt op geen moment. Och, nou mama heeft wel gewonnen. Nou, papa, dat het mee. We hebben een challenge! Oké, hoe zagen de laatste dagen voor de opening eruit? Zwaar, hectisch, heel warm. Heel warm. Ja, voornamelijk heel warm. Het was voornamelijk voor de jongens die onze stelling hebben, dat alles is met onyx en marmer, moesten tillen. Echt zwaar. Echt, we hebben echt een tafel, was 52 kilo, we zijn met 20 man naar binnen moeten tillen. Dus we kunnen ook nu niks meer verplaatsen. Nee, alles wat staat, staat nu. Dus het was wel voor ons mentaal denk ik ook nog wel zwaar. Dus het was echt wel even stressen, maar als je ziet hoe het nu is geworden. Is en ik hoop dat jullie dit ook zien, het is echt amazing. Het is zo mooi. Het is echt net of je in een mall loopt in Hongkong, vind ik. Het is wel echt buiten high level. Vinden wij persoonlijk zelf, hè? Ieder zijn mening. En het is dus geen winkel. Nee, het is ons hoofd. Heel veel mensen denken dat het onze winkel is. Nee. Olly en ik zijn bezig om alle rekken klaar te zetten. Alle kubussen te bewilden. En we zetten nu alles kleur bij kleur. Zoals je ziet staat het goud. Prachtig bij de lamp. Onderstelsen staan er al. Beeldscherm. Rekken. Marmeren blokken moeten nog onder. En dit moeten we nog allemaal kwijt. Bob de Bouwers. Wat is de vrouwelijke versie? Loet heet vandaag. Sowieso deze week het super lekker is. Alleen omdat we aan het sjouwen zijn en alles aan het klaarzetten zijn, is het een beetje warm en zweterig. Ik ga nu snel terug naar het oude pand om even snel een broodje te eten. En dan gaan we straks als het goed is alles neerzetten met kubus en alles erop aan. We zijn bezig met de stellingen allemaal erop te zetten en neer te zetten. Gaat er het marmer over de stelling heen, dan komt het laatste frame erop. En de tafelbladen moeten nog worden neergezet met marmer. En onze stoelen komen morgen pas binnen. En morgen wordt ook al de bekleding gedaan van de ballonnen en noem maar op. Dus druk dagje voor de boeg. Ze zijn weer alle rekken aan het inladen. Het is nu bijna 6 uur, 6:30. Wat de blut. En dan gaan we dit allemaal op de rekken bevestigen. Joehoe! Oké, de rekken staan hoe ze willen hebben. Normaal staat hier natuurlijk ook elke rek. Maar hier komt een hele ballonnenwand. We hadden net even een groot drama. Maar het is gelukt. We hebben deze tafel met 20 man moeten tillen. Hij is 300 kilo. We dachten doen we met 8 man. En ze zeiden we redden het niet, dus moest iedereen bij elkaar spreken. Maar eerlijk, ik heb nog nooit zo'n mooie tafel in mijn hele leven gezien. Het is zilveren poot en dan past het ook weer bij de marmeren blokken met de zilveren kubussen en de zilveren lamp. Oeh, en we zijn nu ook alle stellingen aan het doen. Dus als marmer voor ondergrond en er komt nog een rek boven. En dan kunnen we eigenlijk alle kleding gaan ophangen, jongens. Holy shit. Het is ook zo warm vandaag. Dat is heel erg gebeurd. Het personeel heeft gewoon een blad laten vallen van marmer. Dus, dit is helaas end of story. Heel erg, maar ja, we moeten gewoon door. Het is niet anders. Het is wel echt, het komt nu eindelijk een beetje tot leven. Oké, het ziet er nu nog zo uit. Even alles aan de kant gezet. Want er komen daar soms mannen aan. Hi man 1. Het is onwijs zwaar. Die kant op. Oh my god. Staat er genoeg mannen aan de kant? Pas over mee. Ja, alles. Je bent de moedergans. Ah, welke is het mooist? Het is het mooiste. Ja, hij is prachtig. Oh my god. De bank is ook afgemaakt. Mooie plantjes opgehangen. Tafels komen nog hoor. Dat zijn onderstelsels. Een nieuwe tafel gebracht. Ook beelden. Hij is vintage. En het past heel goed bij onze stijl. Het spiegel. En omdat we... Hi Dan. Daar een fotowand krijgen. Hebben we even de tafel hier neergezet. Anders staat hij in de weg. En we hebben nu net dit neergezet. Prachtig. Mooi hè? En dan de stoelen morgen. We zijn aan het inhangen. Maar we gaan naar huis, want het is al 7 uur geweest. En we hebben zo'n goed team wat ons morgen ook kan helpen. Dat we gewoon even stoppen. Hoe mooi is dit ook? Jesus. Grijs bij het roze. Very pretty. Kijk, het glinsteren. Het is wel pretty. Ik heb vandaag geklust en ik zit helemaal onder. We zijn net klaar. We zitten onder het stof. We zijn kapot. Het is ook stik heet vandaag. Vreselijk. Maar we hebben er wel heel veel zin in. Het lijkt net of we gewoon een grote mooiste merk hebben. Ik vind het bizar. Ik vind het niet normaal. Het ziet er nu zo mooi chic uit, de kleding. Ik denk dat het ook echt heel goed gaat verkopen. Ik heb zo gehuilen, maar ik weet nog niet op welk moment ik het kan. Nou, ik had het net bijna. En ik denk, oh, zo mooi. Hoe lang hebben wij van deze dag gedroomd? Dus sinds je wel begint met zo'n merk, toch? Ja, wij hebben natuurlijk altijd met heel veel liefde in ons oude pand gezeten. Waar deden we nog steeds, alleen was nooit onze stijl. En nu kunnen we eindelijk onze image neerzetten van Rijn. Dus waar we voor staan en wat we willen bereiken. Dus we hopen zo dat ons merk ook nog eens beter uitkomt met dit image van het pand. Stiekem wat ik zo opzij. En de...
En we hebben zeker wel een traantje weggepikt. Maar ik was ook, ik was voornamelijk heel erg emotioneel, denk ik. En heel trots waren we natuurlijk. En alle emoties door elkaar heen. We hadden mental breakdowns. Dat we alles had ophangen, maar we moesten huilen omdat het zo mooi is. Dus, dus zijn we gelukkig, dus zijn we nu voorbij. Ja. We zijn heel trots en kunnen echt niet wachten. We beginnen namelijk volgende week al met onze nieuwe inkoopseizoen om de nieuwe zomercollectie te schrijven. En we moeten denk nu nog alle nieuwe collectie gaan ophangen en we hebben maandag al inkoopafspraken. Ja, ze dit weekend echt gaan beseffen van wow, dit is gewoon ontspannend. Ja. Bizar heftig. Alle setjes voor de modellen. Ja, ja. Dag. Nee, vind ik benauwd. Lekker een beetje op Abeltje. Dag. Marie en ik hebben de stoelen binnen. En het is insane. Dit is dus één kleur. Zwart-goud met zwart-goud. Kleur 2. Ja, de groene tafel met goud. Met goud. Stoeltje erbij. Very pretty. Dan de allerlaatste kleur. Dat is zilver met roze. Echt waar. Het is een match made in heaven. Het is ook precies dezelfde kleur. How happy are we? We zijn denk ik al de hele dag zo bezig om alles te tillen. En we kunnen wel met de auto, maar er zijn zoveel auto's. Ik kan ook niet mijn auto kwijt kan nu, dus we moeten lopen. Ik heb één hengsel. Hi! En maar niet de andere hengsel. Volgens mij nog pindakaas als een tanden. Net zo nou gegeten. Wat is het? Ik ben blij dat het morgen maar 20 graden wordt hoor. Ja, nu is het 30 graden, dus even 10 graden verschil. Wel lekker hoor. Nou, niet als je gaat tillen. Heb je de stoel al laten zien? Ja. Oh. Blonde vrouw komt er om 1 uur. Hippie puree. Daar is Olij, die gaat naar de IKEA. Om kussen stalen. Toppertje. Voor onze kussens lopen. We hebben net ook binnengekregen. Iedereen is in de weer, heen en weer. Voor onze opening. Voor onze opening. Ik heb het gevoel dat we meer voorbereidingen hebben als modeshow, joh. Nou, wat denk je? Een nieuwe pand inrichting natuurlijk wel iets meer werk dan een locatietje. Oké, ik krijg bijna mijn arm. Tot zo! We hebben de letters al neergezet voor morgen. Reinders, die worden nog beplakt met ons logo. Hoe cool. Hip hip hooray is gearriveerd. Komt hier bij de deur nog een hele ballonnen wand. Gaan ze morgen opzetten. Want nu is het te warm vandaag. We zijn nu druk bezig met de boog. Zo leuk. Alle ballonnen. Hup, hup, hooray. Hup, hup, hooray. Oh, ja. Toch te beelden. Nee, nee. Dan moet ze maar gewoon goed opletten, hè, Sjoel? Wat? Moet ze maar gewoon goed opletten met lopen. Wij hebben altijd een vaste crew. Sowieso van ons team van Ervers en Rijns met onze kont helpen. Een heel vast team die ook bereid zijn gewoon om overuren te maken. Om alles gewoon netjes te maken. Dus we willen bij deze ons team heel erg danken. Voor iedereen. We hebben ook hele mooie cadeaus gekregen van iedereen. En ja. Iedereen heeft goed meegeholpen. Dus zonder hun was het sowieso nooit op tijd afgelopen. Nee. En onze familie en vriendinnen die helpen bij waar het nodig is. Waarbij we alleen bij deze opening heel veel familie juist niet laten helpen. Zodat ze echt konden genieten van het leukste feestje in het jaar. En dat is gelukt ook. En het is ook gelukt. Bam. Dus we hebben altijd een vaste crew, ook voor geluid en licht van ons neef, Robin de DJ en catering. Nee, catering. Altijd onze zus met stookcatering. En de meiden, de modellen zijn ook bijna allemaal vast te noemen, ook allemaal heel lieve en haar worden. Op je ro en de make-up door haar, die is echt allemaal vast. Het is dus allemaal vast team inderdaad. En zijn er mensen die we in het bijzonder willen bedanken, ja toch echt gewoon onze familie en ons team. En onze vriendjes natuurlijk. En Dennis, dat het gewoon dit allemaal mogelijk is geweest. En natuurlijk al onze klanten die Reiners kopen. En inkopen en iedereen die draagt, die ons altijd supporten met alle meisjes. Ons ook taggen en dragen. Door jullie natuurlijk is het ook groot succes. Het gaat eigenlijk voor iedereen gelden. We zijn eigenlijk iedereen wel dankbaar. Niet iemand in speciaal. Nee, elkaar ook dan. Elkaar ook dankbaar. Tweeling zijn onze zus natuurlijk. Dus eigenlijk hondjes. Iedereen heeft geholpen waar we nu staan. Jan, de man Stevert. Mijn nicht is zijn vlogcamera vergeten. En ik ben hier al aan het werken. Om 7 uur ochtends. En ik zag hem hier liggen. Dan ga ik echt zelf vandaag zeggen. Tot vanavond. Ciao, ciao. Oké, wij waren dus de vlogcamera kwijt. Maar we hebben hem gevonden. Het is nu 7:45. En we waren wat eerder om de vlogcamera te zoeken. Maar die wel binnen 1 minuut gevonden. En wat nog meer binnen is, zijn onze geweldige lampenkappen. En ze hebben gisteren marmer opgehangen, onze logo's. En ze zeiden, haal gewoon in de ochtend de plankjes eronder vandaan. Dus Marie, aan jou de eer. Als je er één weghaalt en hij beweegt, dan moet je hem gewoon snel terugzetten. Moet ik het doen? Ik doe het wel. Oh god. Hij leek ook omhoog. Schrik me dus. Hij staat nu wel heel erg mooi. Oh ja, ik zie het hier niet met die beelden. Ja, dan moeten we nog even goed krijgen vandaag. Oh, het is gestresst al. Ja. Hij hangt in ieder geval. Oeh, wat een eng moment. Nu is het nog heel rustig. Het lijkt echt gewoon. Ik kan Chanel binnenlopen. Ik ga hier altijd in deze kamer zitten met Siri. Hé, Siri, je past perfect bij die kleur. And we're live! Live van de komt de opening van ons nieuwe pand. Yes! Dus wij zijn very excited. Het regent een heel klein beetje. Ik weet niet of je het kan zien. Dus dat is één stressfactortje van ons nu, momenteel. Momenteel een klein
nee, want alles nee. Is buiten. Heel klein factortje maar. Nee, maar het staat om 5 uur zon. 5 uur komt er helemaal zon, een oplichting dus. Oplichting. Oplichting. Nou, opklaring. Sophie, do not worry about that. Het is nu 9 uur. We hebben even jullie afgezet bij onze papa en mama. Stinky is nog bij Tuinron, want die is vrij vandaag. Ja, die neemt mee naar de opening, want mijn Edward's bakkertje kan niet alleen thuis blijven. Nee, dus die zie je gezellig ook vanavond voorbij komen. En dan zie ik jullie al denken, hoezo niet daar nog was? Nou, iedereen is bij de opening. Iedereen is bij de party. Oh, de Jeroen ophalen. Oh, kut. Oh, want ga je hier keren? Ja, mijn kant komt er niks aan. Nee? Nu even niet, maar als je snel bent. Nou, vergeet om Jeroen ons te halen, onze stagiair. Er komen heel veel hulptroepen vandaag aan. Gabriella komt weer, die heeft ook onze sandwichstil geholpen. Teddy. Gaat in augustus stage was lopen, Teddy. Coco is helemaal ingevlogen vanuit Saint-Tropez voor onze opening. Met haar mama en papa. Met haar mama en pap, super lief. En wij zijn echt al, denk ik, een half jaar onze standaard bed voor de camera. Dus ik krijg echt al een lawaar. Ook gewoon geen nieuwe kopen. Nee, te lui daarvoor. Om 11 uur komen alle fysicisten en haar. En dan om 2 uur komen alle modellen. We hebben geen modus voor dit jaar, dus het zijn maar 1 setjes. Dus stress als de vorige keren. We kunnen gewoon een beetje in de rond lopen. Dus ja, we gaan echt wel smooth. We gaan in de make-up bij Harley straks. Vandaar deze koekjes. We gaan voor de nail look. En welke kleur, dat zullen we nog straks onthullen. We gaan straks allemaal Reiners oorbellen in doen. Ik heb al natuurlijk de kopjes en deze en de ketting om. Het wordt zo'n leuke dag vandaag. En oh, wij zo gaan leuk. Wel, het is wel een cheat day today. Want we krijgen een donut, we krijgen ijskraams, we krijgen chocoladefonteinen. Hamburgers. Hamburgers, ja. Het is gewoon echt te lekker. Come on, rij door. Een beetje bak. Is dit nou voor... mijn lood. Ik weet niet eens waar die rijdt. Nou, daar is hij. Zo, is dat even taai? No, is dat een taai? Hallo! Hebben we er zin in? Ja, ja. Oh, heerlijk. Ja, we gaan toevallig met Siri thuis brengen en we hebben al onze auto's dan even doorgebracht. Dus wij dachten, we kunnen jou ook aan. Mijn auto ben dan vergeten niet te vermelden. Ik heb het ook niet aan. Mijn allerliefste vriendinnetje in de make-up. In de make-up. Die gaat nu mijn make-up doen. Heb je ons... Oh, ook nog onze BH aan. Zo sexy. Alles uitgesteld en we gaan waarschijnlijk voor een neonroze make-up. Ja. Dus dit is mijn gezichtje voor. En ga zoals de achterfilter. Die was zo vet zo op beeld. Oh. Oh, het is wel cool zo op de foto al. Ik weet alleen niet of ik dat kan hebben, dat smoky eye. Dat vind ik altijd de vraag. Ja, maar je kan gewoon een eyeliner doen. Dat vind ik niet echt bijpassen. Nee, een dikke eyeliner. Ja, of echt zo'n roze neon eyeliner. Ja. Mooi ook die highlighter boven die wenkbrauw. Of onder die wenkbrauw. Ja, mooi hè. Kijk hè. Mooi, pretty. En de look is ready. Michiel heeft roze oogschaduw. We gaan niet vertellen hoe je het hebt gedaan, hè? Ik ga niet vertellen. Nee. Secret. Secret. Ga eens naar die kant kijken. Zie je die glitter in je ooghoekjes? En dan met Lady Be Good lipstift. En love it. Match with the nails. En de outfit. We zien jullie later op de vlog. Ja. Chills. Hi. Zo gezellig. Haar en Michiel. Toast. Haar bezig. Allemaal ready aan het maken. En Harley zit met de Lorraine. Leuk, jullie. Reiners look. Ja, altijd hè. Glitters, echt altijd. Ja. Zou het mag zijn, dus het is een beetje een troepje. Maar mijn make-up is door haar gedaan en met haar roepje erop. En straks natuurlijk mijn jurk erbij en mijn Reiners sieraden. Ready. Bezig met alles aan het klaarzetten. Staattafeltjes. This is just the start. Reiners letters worden ook nog gepersonaliseerd. Oh, beeldige ijshoorntjes. Ik heb mijn bloed, zweet en tranen gekocht. Oh ja, dat snap ik. Oh, te beeldig. Leuk hè? Dit was toch van die statieven voor daar op te zetten, leuk? Voor de hoortjes of dat niet? Nee. Kut idee heb jij. Kut. Nee, Marie. Nee, dat heb ik niet. Oké. Het is mooi. Gaat die roze met de roze van... Ja, nee, ik vind het ijsje ook wel heel leuk voor de foto. Ik heb het ook donut en ijs. Allebei. We zijn de laatste dingetjes aan het regelen. We zijn alle showrooms aan het lopen om een beetje te filmen voor jullie. Kijk hoe mooi het ontvangst ook bij Air Force is. Beeldschermen en die ballonnen zijn insane. Making of de ballonnen door Hip Hip Hooray. Dit zijn de kleuren van de Air Force collectie. Dan loop je omhoog naar onze kant. De Reiners Bar. En dakterras. We krijgen onze eigen cocktails. De Air Force Moscow Mule en de Reiners Pornstar Martini. Dit wordt straks opgevuld. Opgesneden. Zoals je hoort zijn ze aan het ballonnen blazen. We hebben alles al een beetje neergezet. Ledscherm doet het beeldig. Laat deze foto zien van Rome. En ook op die kleinere ledschermpjes. Massive. Onze gift room. Waar iedereen alles kan uitkiezen. Oh my god, dat zijn de taarten. Onze allerleukste kidsmodelletjes! Woehoe!
Gezellig meisjes. Alle ballonnen zijn klaar. Dus buiten entree. De lopen omhoog. Versneld. Het licht. Alles is klaar. Of white kleed ligt eindelijk. Sis is er. Ja. Zo trots op deze twee. Lief. Ah. 1, 2. Leuk. Oké, daar gaan we jongens. Iedereen paraat. Ja, mooi. Ja, leuk dit met die arm omhoog. Fantastisch. Kijk uit dat niemand zijn hand voor je gezicht doet, hè? Ja, te leuk. Ja, allemaal kusje geven. Ja, te gek jongens. Found your daughters. Ja! Yeah. Oh, zo leuk meiden. Wij zijn nu heel leuk aan het interviewen. Met Johnny. Met Johnny. Hallo, Carmen. Hallo. Onze outfit. Hoe hebben wij dat helemaal voor elkaar gekregen? Nou, zoals jullie weten hebben wij ons Giabattista verhaal helemaal uitgelegd. Hoe wij hebben gestresst. Zie ook in onze andere vlog. Die kunnen we wel hier even aan linken, zo in de hoek. Maar wij wisten al dat we neon schoenen kregen van Rijnis en die riem. En toen kwam het jurkje uit en dachten we allemaal wat, dit matcht onwijs goed. Ja, en we hadden wel de accessoires al voor Rijnis. Alle sieraden die we om hadden. En de schoenen en de riemen. En zelfs de nagels hebben erbij gematcht bij de outfit. Ons make-up neon met Harley besproken. Het heftig moest. Dus uiteindelijk we wilden echt heel opvallen. Neon plaatje. En dit was echt geweldig. Want we waren echt de meesten die opvielen deze avond. En dat was ook de bedoeling. En was ook de bedoeling. Komen de riemen en schoenen in de collectie? Ja, oké. We wilden het eigenlijk voor jullie geheim houden. Maar dit is het enige sneak peekje dat we geven wat in de collectie komt. Ja, van de zomer. Woehoe! De rest moeten jullie geduldig wachten en lekker de winter gaan kopen. Want voorlopig is het nog geen zomer. En de pannen gaan officieel geopend. Dus kom deze kant op. Ja, mooi. Dames en heren, als eerst wil ik jullie natuurlijk allemaal bedanken dat jullie de moeite nemen om op zo'n mooie dag hier naartoe te komen. We hebben bijna 3 jaar gewerkt aan een heel mooi project met heel veel mensen. Oké, dan gaan we aftellen. 2, 1. Eindigen we met een hele grote teaser. Jullie zullen eindigen met een bang voor ons. Maar ja, we willen het nog een beetje spannend houden natuurlijk. Want we willen het in 2 delen, omdat het te leuk beeldmateriaal was. En we gaan een kleine sneak geven wat je in de volgende vlog ziet. Want Missy en Tabitha komen optreden. Oh, niet van jou, maar van mij. Nog zoveel meer. Alle mensen die helpen en iedereen. We gaan niks meer verder vertellen. Jullie moeten gewoon subscriben en wachten op de volgende vlog. Deze vlog moet je hebben gezien om deel 2 te begrijpen. Dus love. Bye. Subscribe. Bye.